In dit filmpje ga ik iets vertellen over het merk Mokkador. Mokkador bestaat al zo'n 80 jaar en is gevestigd in Zwolle. Het merk heeft een eigen manier van branden ontwikkeld, de zogenaamde slow roast brandmethode. En de key van dit proces is eigenlijk het stoppen op het juiste moment. Door dit te combineren met de perfecte koffieboon voor elke koffiesoort, wordt er op deze manier een unieke koffie ontwikkeld. Hier op tafel heb ik 4 koffiesoorten staan van Mokkador. De Mokkador Espresso Aureo, de Raffinato, de Sicilia en de Mokkarabica. De Aureo is vol zacht en romig van smaak en zie je vaak terug in horecagelegenheden. De Raffinato is een echte Italiaanse espresso, stevig, maar op een wat zoetige afdronk. We hebben de Sicilia en de Mokkarabica, beide wat krachtigere koffies. De Sicilia is ook een echte typisch Italiaanse stevige espresso. En dan hebben we als laatste hier de Mokkarabica. Ook geschikt voor een cappuccino en heeft een volle body en een krachtige afdronk. Eigenlijk mijn persoonlijke favoriet voor het drinken van een cappuccino. Hier bij de Mokkarabica komt de smaak van de koffie namelijk nog echt goed terug in de cappuccino. Deze twee koffies, de Aureo en de Raffinato, zijn dus koffies die je eigenlijk de hele dag door kunt drinken. Lichte, maar hele smaakvolle espresso's. Wilt u een wat stevige koffie? Kies dan voor de Sicilia of de Mokkarabica. Allebei koffies met een wat krachtigere afdronk, waarvan de Italiaanse smaak in de Sicilia echt goed doorkomt.